Het kan er tijdens een storm heftig aan toe gaan. En laten we er geen doekjes om winden. Het is ook behoorlijk irritant. Antoine de Jong vroeg zich af hoe het kan dat stormen eigenlijk altijd in Nederland uit westelijke richting komen. Want je zou toch zeggen dat stormen ook uit oostelijke richting kunnen waaien? Daar hoor je eigenlijk nooit iets over. Hoe zit dat toch? Meteoroloog Raymond Klaassen legt het je uit. Stormkracht uit het oosten, dat komt niet zo vaak voor. Het waait wel eens hard uit het oosten, maar het is geen 9 boven. De positie van Nederland op aarde is eigenlijk de belangrijkste reden dat we weinig tot geen oostenstormen hebben. Nederland bevindt zich op het noordelijk halfrond, zo'n beetje halverwege de evenaar en de Noordpool, rond de 52e breedtegraad. En dat is een breedtegraad waar het weerbeeld ook actief is. En dat komt omdat we dan ook duidelijk op de scheidingslijn zitten tussen warme en koude lucht. Die verdeling zuid-noord die is heel duidelijk aanwezig. Op aarde hebben we te maken met de algemene circulatie. Dat zijn luchtstromen die rond de aardbol bewegen. Daar ga ik verder niet al te diep op in, maar wat wel belangrijk is, dat op het noordelijk halfrond, als gevolg van de rotatie van de aarde, de luchtstromen naar rechts worden afgebogen. Een soort van onderdeel van die algemene circulatie is de jetstream. Dat is een windband met zeer hoge windsnelheden, soms wel meer dan 300 km per uur op 10 km hoogte. En die windband die bevindt zich ook zo'n beetje in de omgeving boven Nederland. En die jetstream die zorgt ervoor dat lage drukgebieden gestuurd worden. Laten we nog eens van dichtbij naar een lage drukgebied kijken. Dan zien we dat de wind tegen de wijzers van de klok indraait. Aan de noordzijde, daar zien we de oostenwinden waar we naar op zoek zijn. Aan de zuidzijde, daar zien we juist westelijke winden. Terug naar de jetstream en lage drukgebieden. Want als we die nu op de weerkaart gaan zetten, dan trekken die lage drukgebieden als gevolg van de sturing van de jetstream allemaal naar het noorden. En Nederland, dat hier ligt, dat heeft dus alleen maar te maken met westelijke winden. Westerstorm dus zo af en toe, of een zuidwestenstorm. Een oostenstorm, dat lukt niet als die lage drukgebieden noord langs trekken. Want eigenlijk moet een lage drukgebied dan ten zuiden van ons langs trekken om die oostenwinden te gaan krijgen. Een andere manier om oostenwind te krijgen is een krachtig hoge drukgebied boven Scandinavië. En bijvoorbeeld een lage drukgebied vanuit de Middellandse Zee richting het noordwesten. Boven Nederland kan het dan fors gaan waaien. Dat kan wel eens in de winter gebeuren. Op 18 januari zagen we op de weerkaart een dergelijke situatie en toen werd de meest barre Elfstedentocht gereden. Een dag later, op 19 januari, toen ging het nog harder waaien. In het noorden kwam toen een oostenstorm te staan. Een zeer unieke situatie! Oostenstormen zijn dus uniek in Nederland. Ben jij nou weggeblazen door deze uitleg en wil je ook graag jouw weervraag terugzien? Mail dan naar weervraag@weerplaza.nl en wie weet zien we hem terug in de volgende video.